Ja, Heerenveen wint. Heerenveen wint met 3-2 van Alkmaar hier. Het was een hele boeiende wedstrijd. Dit was het hier. VVF live. We gaan ons opmaken voor wat interviews hier zo. Dus VV Alkmaar tegen Heerenveen, dus 2-3. Zo, ik sta hier even na afloop met de aanvoerster Katja Snoeys. Ja, wat kunnen we zeggen? Nou ja, niet veel. Teleurstelling. Vooral de tweede helft dacht ik van, yes, nou gaat het ook maar komen. Maar... Ja, nou ja, je komt ook. Je komt op de 2-2. Maar hij geeft het wel weg. Ja. Dus je hebt er niet zoveel aan. Een beetje de eerste helft. Ja, het was moeilijk hè, tegen Heerenveen. Ja, ja. We... starten niet goed. We hebben moeite inderdaad om het op te pakken. Het staat eigenlijk gewoon de hele eerste helft niet goed. En dan krijg je er 2 tegen. Dan scoor je gelukkig nog wel... Toch een mooie coach van jou, hè? Ja, ja. Achteraf heb je er niks aan. Dus het is ja, vooral teleurstelling wat er nu is. En zonde, denk ik. Want we hadden een mooie stap kunnen zetten. Zeker weten, mooi die derde plaats kunnen bouwen, maar ja, het is zwaar teleurstellend. Ja. En dat is nu wel wat overeerst, ja. En dat is lastig, maar ja, dat hoort er misschien wel bij met zo'n jonge ploeg. Maar dat komt wel even hard aan, ja. Terwijl eigenlijk, wat ik zag, de Duppel aardig kalm in de tang had. Ja, ja, die zat er gewoon fel kort op. Maar ja, dat is niet overal in het veld zo. En dan kan Jasmijn doen wat ze wil. Ja. Maar we moeten het als team doen. En dat is niet gelukt vandaag. Wat ik wel zag is dat je zeker de tweede helft echt de ploeg een beetje meenam, oppepte. Je was meer vrij, want je had toch wel steeds 2 of 3 verdedigers erbij. Hè? Ja, 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 dat probeer je dan als aanvoerder. Om inderdaad gewoon iedereen gemotiveerd te houden. En het team mee te slepen. Zeker in zo'n helft waar je voelt dat je gewoon sterker bent en kansen krijgt. Maar ja, dat was niet genoeg. Zwaar balen gewoon. Ja, zeker. Verder vooruit kijken, denken, ja, het is natuurlijk heel moeilijk zo kort na de wedstrijd. Ja, ja, we moeten de beelden gaan bekijken. Iedereen moet gewoon goed in de spiegel kijken. En vanuit daar moeten we volgende week gewoon weer stappen gaan maken. En de fouten die we nu hebben gemaakt, dat moet gewoon eenmalig zijn. Dat moet eruit. En dan weer richten op de volgende wedstrijd. Tot slot, zo'n bepaald lichtpuntje, toch nog aanknopingspunten voor de rest. Ja, ik ben altijd wel positief ingesteld. Iemand probeer toch wel die glimlach weer op je gezicht te krijgen. Ja, die zullen er vast wel zijn, maar nu zie ik ze niet in. Nee. Ja, dat vind ik het lichtpuntje, dat je zo gefocust bent, de wil om te winnen. En dat je dan gewoon zo zwaar de P en de pleurs erin hebt, zou ik maar zeggen. Ja, ja, je hoort het op vliezen hoort erbij, maar... Als ik nu terugkijk naar deze wedstrijd, dan kan ik dat niet zomaar accepteren, zeg maar. Dus daar zal ik wel weekend er misschien wel langer voor nodig hebben. Ja. Om daar door te kijken. Ja, precies, want 2-2 was eigenlijk wel een beetje terecht. Ja. Ja, zeker op basis van de tweede helft wel. En misschien had je zelfs gewoon met de 3 punten weg kunnen gaan. Ja. Maar ja, het was niet zo vandaag. We moeten gewoon hiervan leren en daarna het ook wel achter ons laten. En vanuit daar gewoon weer door gaan werken naar de volgende wedstrijden. Want er komen genoeg kansen. En we hebben ook in een wedstrijd tegen ADO kunnen laten zien dat we het kunnen. Dus dat moeten we gewoon terug gaan pakken. Die momenten. En dat team. We komen alleen maar sterk uit voor, hè? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik had je hartstikke bedankt. Hoekstra, de matchwinnaar zeg maar, van Heerenveen. Gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Prachtige goals waren dat, zeg. Ja, heerlijk. Dat mocht ook wel. Vertel eens kort over de wedstrijd. Hoe vond je die gaan?
Ik denk dat we de eerste helft betere ploeg waren. En de tweede helft zetten hun iets meer druk vooruit. Waardoor het voetballen bij ons iets moeilijker werd. Nou ja, uiteindelijk de scoren was nog die goal. En dan winnen we met 3-2. Dus nou ja, prima zo. Jullie waren goed op snelheid de eerste helft, hè? Ja, heel goed. Eigenlijk speelden ze best wel weg, denk ik. En de tweede helft ging het dus iets minder. Maar nog steeds hebben we de goaltjes gepakt. Dus, Hadden jullie zo in de tweede helft dacht van dat komt wel weer goed. We moeten even geduld hebben. Of denk van oeh, het wordt dan spannend. Nou, het was nog wel even billen knijpen, denk ik, tot het einde. Maar ja, toen die 3-2 viel, en dacht van deze ja. Pakken we. Deze trekken we over de streep. En de winnende goal, omschrijft hij eens. Hoe ging die? Nou ja, ik kwam vanaf de rechterkant rechts voor en die legde hem terug op een 16. Ik schiet hem links in de kruising volgens mij. Dus, Hoe lekker is dat, hè? Ja, is heerlijk. Ja, is echt heerlijk. Hey, gefeliciteerd en dat wordt lekker terug naar Heerenveen. Zeker, hè? Wordt een feestje, denk ik. Hey, dankjewel. Dankjewel. Lekker! Yeah, gefeliciteerd! Ja, bedankt man. Echt top dit. Ik zie je met de speelster Meijering. Dat is mijn allereerste vraag. Hoeveel inworpen heb jij in godsnaam genomen? Hoeveel wat? Inworpen. Ja, nou, ik denk wel 100, man. Ja, echt heel veel. Je bleef aan de gang. Heb je een lopende bandwerk op inworpen of zo? Ja, daar hebben we op getraind. Nee. kan beter nog zelfs. En gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Hoe lekker was de wedstrijd? Ik moet zeggen dat die voor mijzelf nog best moeizaam was. De eerste helft waren we wel duidelijk, vond ik, wel voetballend veel beter. Eigenlijk tikte ze helemaal weg en zij komen met alleen maar lange ballen. Maar de tweede helft hadden we het wel moeilijker. Toen gaf zij wat hoge druk. En we hadden net wat meer moeite met elkaar vinden. Dus toen was het wel lastig. Dus die derde goal was wel heel fijn toen die viel. Zeker weten, had je het moeilijk daar aan de rechterkant of viel het allemaal mee? Ik moet zeggen, verdedigend nogal pittig vandaag. Nogal pittig, ja. Is het wel een kets die je steeds tegenkwam? Ja, kijk, die ken ik natuurlijk wel. Hè? Ja. Die kan er wel wat van, ja. Ja. Nee, maar weet je, dat was gewoon uiteindelijk wel super genieten natuurlijk. Ja. We staan nu derde, dus hartstikke blij. Hoe lekker is dat, hè? Ja, geweldig. Ja, dan wisten we natuurlijk stiekem van tevoren een beetje dat het zou kunnen. Maar ja, toch, als je dan eenmaal echt derde staat, is heerlijk. Ja. Ja, die eerste helft, jullie leken de thuis spelende ploeg. Wat een snelheid zat erin in het spel bij jullie. Ja, en dat is eigenlijk wat we altijd willen spelen. Dus dat is wel iets waar we mee verder willen. Ja. Dus moeten we nog meer op trainen dat we dat ook in de tweede helft kunnen volhouden. Wat is de Heerenveen power? Kun je dat omschrijven? Sowieso gewoon het met z'n allen doen. Echt waar, met z'n allen doen. En we genieten er echt van. En als we met z'n allen de bal houden, dat is het fijnst. Dan kunnen we echt heel veel. Dan kunnen we echt heel veel. Dus ja. Tot slot ging lekker los in de kleedkamer, hè? Zo, zeker weten. Ja, als we dan winnen zijn we ook het feestteam, hoor. Dus kijk. Ja, het allemaal, biertje, hoor. Als jullie zouden winnen. Fantastisch. Hij drinkt alvast een biertje om te vieren. Niet, geweldig. Ja, brouwen door vrouwen. Kijk dan, voor vrouwen. Oh, door vrouwen. En voor. Ja, vrouwen door vrouwen. Kijk man, geweldig. Hey, blond. Het is zo mooi, het vrouwenvoetbal. Echt, ik doe er al, doe vrij kort nog verslag, maar ik ben helemaal om. Ik vind het fantastisch. Ook als je weer het spel hier vanavond ziet. Nou, mooi man. Ja, is leuk. Is echt genieten. Oké, nou, hartstikke bedankt. En wat gaat er dan op qua muziek? Want dat was mijn vraag nog in jou om, als je feestje viert. Qua muziek? Nou, Die van links naar rechts? Alle slechte Nederlandse muziek komt dan op. Alle slechte Nederlandse muziek bewaren we altijd voor de winst. Dus dan gaan we helemaal los. Ja, shirt uit en zwaaien, woe! Links naar rechts, noem maar op, weet je. Ik kan niet stuk. Dus volgende wedstrijd staan jullie feestend te horen, hè? Ja, dan gaan we gewoon nog een keer, ja. Hartstikke bedankt en een goede terugreis. Ja, jij ook bedankt, hè. Yeah.